Je hebt toch wel eens gehoord van rioolsjournalistiek? Ik wil neuken! Dat hebben wij gemeen. Er zijn een heleboel mensen die ons haten, maar toch zijn er ook wel een paar die ons mogen. No filming! Maar waarom no filming! Het gaat geweldig uit uw mond. Zou jij vanavond de lul van de avond willen zijn? Meneer Prakken, wat een toestand was het, hè? Ben ik geen meneer dan? Dan mevrouw, houdt u erg van droge worst? Nou, ik niet zo erg, nee. Hoe wil u uw achterban nou eigenlijk omschrijven, het liefst? Nou, in ieder geval erg volgzaam. Nou, dit is dan de Euromast, bijvoorbeeld. Neem een lekker mee. Heb je vanavond nog lekker wat te eten? Oh, wat ben ik erg! Goedenavond en welkom bij het allerlaatste Ponyos. Het Ponyos, het zit er bijna op, want na ruim 600 afleveringen vonden we het tijd voor iets nieuws. En dat betekent dat u vanavond getuige bent van de allerlaatste uitzending van deze nieuwsrubriek. Door velen geroemd, maar door minstens even zoveel verguisd. En dat was ook precies onze bedoeling. Wij gingen verder daar waar anderen stopten. Opereren op het randje heet dat. En soms daaroverheen. Zo, tyfuskinderen! Godverdomme, weer een dubbele boeking. Dit is de hulp Sinterklaas, ja? Ja, wat hulp Sinterklaas? Jij bent hier de hulp Sinterklaas. Hier, moet je kijken, kijk, dit is hulp Sinterklaas. Sodemiet erop. Klote, tyfuszooi. Goedemiddag. Hallo. Wij zijn van het programma Het Spijt Me. Uw man wil u graag een bloemetje aanbieden, omdat hij al een tijdje met een ander is ook. Hè? Ik sta te trillen. Ik sta gewoon te trillen, maar... Nou, ga even rustig zitten, drink wat, geniet van de bloemen, schuin afsnijden en sterkte ermee. Bedankt. Wij zijn van het programma Man bij het Christenhond. Wij komen even bij u binnenkijken. Ja, natuurlijk mag u binnenkijken. Zo, meneer. Hier woont u? Ja, hier wonen wij. Wat een belachelijke, treurige woonkamer, zeg. Ja, kijk, daar hebben we hem. Dat is het huis. Nou ja, wat zal het kosten in dit huis? Een miljoen of 3, 4, zo als ik zo kijk. En waarom geen zwembad, hè? Vraag je af. Heeft hij altijd al zien aankomen dat het misging? Dat het eindig was? Ja, als neem je toch gelijk een zwembad in zo'n huis. Hij heeft toch iets vreselijks gedaan? Waar is het, Jan? Spits met de kamer en het water. Zo, je hand ligt helemaal open, joh. Heb je weer lopen vechten, jongen? Waarom ren je nou weg, Job? Kom eens hier, Brent. Wanneer ga je naar Nederland? Jordi, zeg eens even wat, joh. De dag van de solidariteit met het Palestijnse volk. Wij dachten dat is toch voor een antisemiet wel een lekkere dag. Ik ben geen antisemiet. Als u dat van mij zegt, neem ik de bloem ook niet aan. Oh nee? Nee. Dus heel veel dank. Oh. Wat een jodenbloemen zeg. Ook als het om sport ging, zat Ponyos er bovenop. Met name de randzaken hadden onze aandacht. Of het nu ging om het failliet van het stadionverbod of de introductie van onze nepsjeik. Ponyos stond vooraan. En als ons zicht werd belemmerd, dan zochten wij het gewoon wat hoger op. Ik maak me er niet zo druk om. Dat heb ik ook mijn spelers gezegd. Ik vond het wel leuk om te zien dat ze zich druk maakten om dat helikoptertje. De volgende keer kunnen we het dak dicht doen. Mr. Jordania, I read that you were involved in a fight about a transfer of a young Turkish player in which you... pulled a gun. Is that true? And what are you going to do about that reputation here in the Netherlands? I have heard first time. I don't understand. Bent u bang voor meneer Jordania? Ja, ontzettend. Ik kijk elke morgen onder mijn auto voordat ik wegga. Het gekke is, toen ik zat te kijken, dacht ik, de kans dat waar is nog aanwezig, ja? Ook. Ja, tuurlijk wel. Gefeliciteerd man, we zijn weer binnen. Ja, dank je. Ging wel makkelijk weer. Ja, super makkelijk. En zullen we even kijken hoe dichtbij bij het veld komen? Ik zit er bijna bij te glimlachen hoe makkelijk deze jongen bijna Pelle en Klaasie aan kan raken. Dat hij daar ook weer bij AZ Feyenoord zo makkelijk binnenkomt. Ja, dat zegt heel veel over de stadionverboden in dit land. Oh, yeah. If you want to go high with this team, I think nobody will play. So if there is budget for buying new players, everybody would go out. Ik heb het gezien. Ik vond het werkelijk ontluisterend. Ja, waarom? Nou ja, ik zie daar twee heren die inderdaad ieder principe verkwanselen voor geld. I'm not against black money if you can bring it through the right, as we say, pipelines. Het is bijna strafbaar, lijkt me. Als dit echt daadwerkelijk serieus opgevat is, dan zou ik als KNVB er wel iets van mee gaan doen, ja.
Politiek Den Haag dan. We kwamen er vaak en we kwamen er graag. We vroegen door daar waar anderen stopten. En dat leidde soms tot pijnlijke televisie. Maar voor een goede grap was er ook altijd ruimte. Dan heb ik hier het nummer ingevuld van Boris van der Ham. Daarvan is de sms afkomstig. Kan ik vanavond je stropdas lenen? U zegt van ja. Wacht even, er zit een beetje roos op uw... Was jij dat? Pestkop? Je verzint iedere keer weer iets nieuws. Maar ik vind het wel knap, moet ik zeggen. Zou u slaven willen hebben? Nee. Waarom niet? Nou ja. U heeft al een vrouw. Nee, nou, nee, laat ik dat maar niet zeggen. Dat u haar met de zweep de keuken in me hebt. Bent u wel eens gestikt in Jeroen Pauw? Gestikt in Jeroen Pauw? Nee. Sinds Gerard Reven, zeg maar, 68, is het ja, die zei dat, dat God een ezel was die in zijn kont neukte, toch? Nou, dat laatste woord heeft hij niet gebruikt toen. Het werd heel netjes beschreven. Hoe had hij dat beschreven dan? Volgens mij van achternemen of zo. Oh nee, dat is iets heel anders. Het is volgens mij zo, zo heb ik zelf ook altijd en doe ik nog steeds als Kamerlid, dat je gewoon met elkaar even afspreekt. Op welk moment kunnen we dat interview even doen? Meent u dat ik het niet uit mag zenden? Ja. Nou, dan mag het echt niet. Nou, stom, sorry. Jammer. Ik mag het echt niet uitzenden. Nee. De felicitaties vanwege het feit dat we weer mogen schelden. Heeft u toch aan bijgedragen? Box? U deed een box? Oh. Absoluut, ja. Als er één iemand roept, oh, maar dat is discriminatie, man, het is racisme. Dan gaan ze meteen, hup, zeg maar, en dan... U een neger een beetje raar naar, dat is discriminatie, was... racisme. Nee, dat was geen neger, dat was een African American. Ben je nou mij aan het filmen of zo? Hele camera. Fuck off, man. Ik kneuk jullie allemaal de moeder. Er komt zoveel onzin uit die buis. Dat is werkelijk om helemaal maniacaal van te worden. En wat zou je willen zeggen tegen de koningin? Dat is een pleuzekraai. Vind je maar een teringwijf. Hoe? Godverdomme. Ah, gezij. Kunt u dit eventjes weghalen? Ik heb money, G. Ik steel van die rijke niggers. Van die rijke tata. Die vrouwen die zijn gek hoor. Ja, u niet. Oh, gek joh, nee. Maar u staat hier toch ook? Ja, al 2,5 uur. Wij maken een filmpje over de winkel. Hoe die maar waarom? Ik ben dit niet mijn winkel, vriend. U mag naar Guantanamo Bay. Echt waar? Nou leuk, wanneer ga ik weg? Kinderen? Nicky? Die hebben we toch helemaal niet? Ja, maar daar valt wat aan te doen. Veel van onze collega's halen er hun neus voor op, maar wij van Poont zijn juist gek op de straat. En dan kom je dus regelmatig rare figuren tegen. En bij veel van dit soort types blijkt de roze microfoon te werken als een rode lap op een stier. Are our Dutch diplomats safe in Russia? I hope so. Everybody... You hope so? Wow, that's very confirming. You know that? Are you going to say sorry? No. No, sorry? Mr. Ambassador, could you please come out and tell us what happened to our Dutch diplomat back in Russia? Mag meekomen naar de auto. Ja, maar waarom dan? We hebben deze aangehouden. Koop haring, koop cocaïne, heroïne, alles. De mensen die rond de coffeeshops wonen, dus vooral in de binnenstad, zijn uitermate positief. De wietpas is eigenlijk een geschenk uit de hemel voor jullie. Ja man, voor ons wel, ja. Want? Ja, doekoe jongen. En aan wie hebben we dat allemaal te danken? Aan de burgemeester, jongen! Ik sta achter alles wat goed is om Piet te verbannen. Ook geweld? Alles zit erbij. De volgende actie is deze feest. Waar gaat hij heen? Op dat oog bijvoorbeeld. Nootje. Ik heb ook nog wel een sticker. Die kan er ook op natuurlijk, hier. Meteen weg, opgetankerd hier. Weg, opgekankerd hier, allebei, nu. Oprotten daar. Doe de uitstappen, want ik zou jullie allemaal hebben opgekankerd. Ik ben in achtervolging van een paar koperdieven. Kunt u alsjeblieft een auto even sturen? Jullie zijn allemaal aangehouden. Ik ben een kankerallochtoon, ik ben beschuldigd van allochtoon. Ik heb een suiker voor de fokker, al wat dan is gedaan. Zeg even normaal, joh. Je krijgt een paar tellen. Oh, poesie. Er loopt er een Rus die kinderen te misbruiken en zijn vrouw loopt dronken achter het stuur. Dat is maar één manier op, dus een ticket geven en teruggeven naar het eigen land. Mr. Borodin, the Dutch government just said sorry for the Russia, for what happened to you. I am sorry too for what they did to me. I cherish my kids, I love my kids. My kids are my angels. We hebben het op film, jullie verkopen kat. We verkopen niets. Waarom hangen jullie hier dan de hele dag rond? De winkeliers hebben ontzettende overlast. Wij staan gewoon te wachten op iemand, hoor. Ja, 3 uur lang. Wegwezen. Gebruiken jullie chat? Ga weg, man, wat sta je achter mij, kank? Ga kanker, joh. Wil je spugen?
De bewoners hebben hier last. Hé, hey, Mattie. Mattie, wat zit jullie bij te filmen? Fuck off. Ga dit ding weggeven. Fuck off. Ja, en als we dan beet hadden, dan lieten we ook niet meer los. Noem het hinderlijk volgen, noem het wat je wil. Wij van Poont namen domweg geen genoegen met een nee. Roeren waar het stinkt, noemen ze dat. En stinken, dat deed het. U bent van de handhaving. Als u het niet weet, dan weet niemand het in Nederland. Waarom moet ik alleen mijn auto weghalen? Jullie zijn koppig. Waarom parkeert je de auto hier? Hallo, wat doet u nou, joh? Zwaar dat gewoon uit. Hey. Ga nou weg. Zo, u bent een ambtenaar. U moet zich aan de regels houden. Waarom jat je 40.000 euro van dakloze Bert? Kom op. Ja. Ja, wat zeg het dan? Is dat een vraag, Tom? Dat is een vraag. Waarom doe je dat? We waren nog niet klaar. Je gaat niet meer naar binnen, hoor je het? Hoor je het? Hoor je het? Ik heb 40.000 euro meegenomen. Het is niet waar. Je hebt geen 40.000 euro gehad, dus iedereen daar die loopt maar te liegen. Iedereen loopt te liegen. Iedereen loopt te liegen. Wat heb je gedaan, joh? Ja, balen, broodje gegeten. Jongen, broodje gegeten. Hoe kan je dat doen, joh? You ran two red lights. We have rules. This is not a banana republic. Recht. Jij bent knap vervelend, weet je wel? Wie ben jij? Hallo. Hallo. Te rustig. Ga weg. Hallo. Doe je nou? Je gaat met een wazier. Lekker op je. Doe ze normaal. U was niet uitgenodigd, begreep ik. Dat heeft niks te maken met het feit dat u niet welkom zou zijn. Want dat bent u van harte. Alleen, het kan gewoonweg niet. Goed, dan gaan we dat zien. Ik zou zeggen, ga de politie maar vast bellen dan. Je bent niet zo groot voor een beveiliger, hè? Een kilometerspoor schiet er onder mij door. Zo, dus dit is hem, de Vira. Wauw, verrot ding, hè? Zo, als je hem zo ziet staan ook. U bent aangehouden. Ik ga nu overdragen naar de politie. U bent helemaal geen politie? Ik vind het wel een warmte zo. Ja, lekker toch? Wacht even zo. Een van de opdrachten die wij bij de start van het Po-nieuws meekregen was... zorg dat je nieuwswaardig bent. Wel nu, vriend en vijand is het erover eens dat we daar in ieder geval in zijn geslaagd. Regelmatig was het raak. Wacht even, het is net zo leuk om te stemmen met iemand anders. Dus zo makkelijk gaat het niet in Nederland schijnbaar. Nee, dat is absoluut niet waar. Nee, dat is niet waar. Dat is absoluut niet waar. Nee, niks van waar. Helemaal niks van waar. Nee, dat is niks van waar. Dus dat is heel erg makkelijk. Er is geen sprake van fraude. Helemaal niks. Ik ben de grootste oplichter. Ja, ik kan frauderen. Ik fraudeer niet eens. Zij wist dat ik fraudeer. Ik geef antwoorden. Check. Altijd geslaagd.nl. Schrijf hier. Wat is dit? Ja. Nu gaat het mandaat van Buma Stemra gaat niet verder als Nederland. In Belgische contract met Buma Stemra staat, het is wereldwijd, wordt alles afgetikt. Ja. Ze hebben toch het auteursrecht, ze hebben toch de exploitatie. Ze hebben het auteursrecht, maar ze kunnen niet tot incasso overgaan. Nou, dat vind ik raar. Het komt er dus op neer dat in het telefoongesprek met Gerrits eigenlijk naar boven is gekomen dat wat ze beloven in contracten, dat ze dat dus niet waarmaken. Nee, dat ze dat absoluut niet kunnen waarmaken. Hallo. Sorry? Neem aan de auto. Want ik kan niet zonder. Hey. Ik neem geen hond in mijn hand. Ja, maar mag ik vragen waarom? Daarom, ik hou niet. Ik heb allergie voor hond. Met hond? Ja? Nee, waarom niet? Nee, niet. Nou, waarom niet? Het is een blinde geleidehond, hè? Ben de sağlıksigortasında hizmetlerini beğendiğim, benim sigortamı tercih ettim. Ik heb voor een camera heb ik een aantal dingen gezegd, zonder dat ik wist waar de beelden uiteindelijk toe voor gebruikt zouden worden. Maar dit is de grootste onzin die er bestaat. Dit is de grootste onzin die er bestaat. Daarmee bent u niet serieus te nemen. U bent niet meer geloofwaardig. Als iemand zegt ik weet niet of ik wil niet stemmen, dan kan je deze meenemen hierheen. Kan je aan het bestuur geven, dan kunnen zij iemand anders laten stemmen voor jou. De achterkant moet ze alleen maar hier mijn handtekening zetten. Ja. En kopie van... Of verblijfsvergunning, of rijbewijs, of Nederlands. Je moet geen Nederlands nationaliteit hebben? Nee. Hoeft niet. Mijn bedoeling was alleen maar ervoor te zorgen dat mensen naar de stembus gingen en dat hun stem werd weggebruikt. Ja, naar de PvdA. Terwijl ze niet wisten wat ze moesten stemmen, of mensen die niet wilden stemmen. Is gewoon fraude. Gewoon fraude. Het vringt natuurlijk wel dat u in deze belangrijke zaken als getuige moet opkomen dagen. En dat dan een van de mensen die Wilders deze rechtszaak heeft ingetrokken, opeens 3 dagen voor uw getuigenis met u aan tafel zit.
Ja, ik weet niet wat voor normen daar bij de Amsterdamse rechterlijke macht vergaan. Ik wil zo graag subsidie voor mijn zender. Weet u dat wij op de publieke omroep betaald krijgen voor allochtonen in beeld te brengen? Nee, dat weet ik niet. Ik vind het een beetje een rare regel. Waar moet ik meedoen dan? Nou ja, dan moet je even met mij praten en dan krijgen wij geld voor. Krijg ik ook geld dan, of niet? Dat is lekker. Is lekker? Ja, voor jullie vind ik het heerlijk. Gewoon pakken, zegt u. Ja, pakken? Ja. Ah, goeiedag. Dus, nu... Kassa. Dus nu krijgen jullie heel veel geld? Ja. Nou, super. Heeft u de doffe dreun al verwerkt dat wij stoppen met een dagelijkse show? Is dat... dat is nou echt niet. Zover het allerlaatste Po-nieuws. Het is mooi geweest. Maar niet getreurd, op 29 januari zijn wij weer terug. In een wekelijkse vorm weliswaar, maar wel drie keer zo lang. Namens heel Poont dank ik u voor de mooie jaren en ik hoop u snel weer terug te zien.